godverdomme. Mama. Oh, dat zal het kritiek als er wat anders in de jukebox zit. Jongens, waar waren we nu, hè? Oh, ZZ Top, Jimmy O, je love it, Skepti. Yeah.
En ik wil jullie vaak nog meer op de mooie jukebox. In de zaal voor de proclamatie. Wee voors nages, achtste voors van het Dreumelriek, ridder in de ordes van de Dreumel, de Moelbeer en de Eindekoel, Grande Magou Comestolo, Tower of Power, Grand Donneur de Chansons, ambassadeur van de Hoorster Naagden, enzovoort, enzovoort. Hebben de grote eer, hem heer, en nou, met of zonder hoe goed vingen, de 56e prins van het Dreumelriek te proclameren en te installeren. Overwegende, ten eerste, dat na ons wervelend jubileumjaar de rust weer een beetje is teruggekeerd. En we ons op kunnen gaan maken voor de heerschappij van onze kerstverse 56e Dreumelprins. Ten tweede, dat we namelijk bijzonder gehandicapt zullen zien zonder prins. En dat het daarom een grote zorg minder is dat we een geweldige kandidaat hebben weten te strikken. Ten derde, dat onze nieuwe prins van plan is om de Vastenhoven duchtig op te gaan voeren. Zodat er weer flink gas gegeven kan worden. Ten verde, dat onze nieuwe prins en zijn adjudanten als geen ander in staat zullen zien om een geweldige draai aan de Hoorster Vastenhoven te gaan geven. En die de Dreumels en Dreumelinnekes zonder muiten de Polonaise in zullen krijgen. Ten vijfde, dat deze positieve prins mij niet aan het alles helder voor ogen zal hebben. Maar dat we ervan overtuigd zien dat hij blind op zijn adjudanten zal kunnen vertrouwen. Ten zesde, dat we dit jaar een sportieve prins gaan krijgen. Die oog heeft voor de nobre, maar die zelf ook erg spitsvondig en creatief werd te scoren. Ten zevende, dat we er gruts op zien dat we met deze prins en een fantastische vertegenwoordiger voor onze Hoorster Vastenhoven hebben gevonden. Die op de eerste plaats bewezen heeft de barsten van de kennis over het Dreumelriek en daarbij ook nog eens als een schitspoel hoog in het vaandel hult. Ten achtste, dat onze opbouwcommissie dit jaar de klos is met deze dubbel linkshandige prins die geen zeker geen steeksleutel in de hand moet doen, omdat hij in dat opzicht de bel wel laat huren luien, maar geen idee heeft waar de klepel hangt. Ten negende, dat ons negen prinsentrio de zintuigen van alle Dreumels en Dreumelinnekes op scherp zal zetten. En alles binnenste boete zal draaien om er een stralende Vastenhovend van te maken. Ten tiende, dat we nou hassien aangekomen bij het slotconcert
van deze proclamatie. En op het punt staan om onze nieuwe prins te gaan roepen, zodat we ons op kunnen gaan maken voor 3 dagen feest. Ten 11e en ten leste, dat wij ook er nou hopelijk van overtuigd hebben dat we deze prins heel zeker niet zomaar op een goeiendag tegen het lief kunnen roepen. Maar dat we hem met oeders grote zorg hebben uitgekozen. Besloten wij hem heen en nou te gaan uitroepen tot nieuwe prins, waarbij we hem benoemen tot ridder in de orde van de Dreumel, de Moerberg en de Eindekoel. Met de eretitels Captain Starlight, Freiherr van Cochem Wisbali, Marquis Alenver, Don Chiavi di Chianove, ereambassadeur van Goeiendag en uitvinger van de orde van Sterk 19 Wieschitspoel. En roepen nou uit tot 56e prins van het Dreumelrijk, prins Koen de Tweede!